Battle of the Nations, het nieuwe totaal-evenement met muziek, entertainment, motorclubs en natuurlijk wegraces, Open Nederlands Kampioenschap en Benecup. Hier de supersport met op pole getraind Rob Hartog, naast hem Brian Schouten en hier zien we Koen Bouwmeester. In het goud gespoten de Yamaha R6 van Frank Brouwer van het SWPN-team. Christian Nobel, de kersverse Nederlands kampioen ONK. En we zien hier Marty de Bruyne die nog in het gevecht is voor het juniorkampioenschap voor de Belgen. We zijn van start gegaan onder uitstekende omstandigheden. Zonnetje wel erg fris nog op de vroege zondagmorgen. Maar vooral Rob Hartog liet zien als verdedigend Nederlands kampioen. Hij mocht nog met het startnummer 1 rondrijden. Dat hij veel geleerd had het afgelopen seizoen in de Superstock 600. We zagen daar ook met startnummer 17 Leslie ten Tusser. Hij had een lang blessure leed dit seizoen. Een arm uit de kom, maar wilde het seizoen toch goed afsluiten. Ging het proberen en liet zien dat hij de snelheid zeker nog niet kwijt was. In het begin van die eerste wedstrijd goed voor in te vinden met zijn Suzuki. Hier al een eenzaam rijdende Rob Hartog, maar daarachter een felle strijd om de podiumplaatsen, waarin wij eerlijk gezegd verwachten dat Brian Schouten direct wel het wiel zou kunnen vinden van Rob Hartog, waar het niet dat het voor hem de eerste keer was met de 600 op het circuit van Assen in een hele lange tijd. Hier zien we nog Joffrey van de Kandelaren, een van het contingent vanuit het zuiden, Samuel Laurent, Hofman, Sander Klaassen, Marty de Bruyne, allemaal Belgische rijders die ook naar Nederland kwamen om punten te vergaren voor het Benecup kampioenschap. Hier ook Ilya Kajau die met Joffrey van de Kandelaren in de strijd was voor de laatste punten in de eerste wedstrijd. Dan hier die strijd om die derde plaats met Frank Brouwer die zijn laatste wedstrijd zou gaan rijden op de R6. Hij besluit te stoppen met racen en zich volledig te gaan concentreren op het sleutelen waar hij heel veel tijd op in kwijt is samen met zijn Danny de Boer in het SWPN-team. Voor Tim van Ooyen was het zaak om voor Christian Nobel te eindigen om nog een kans te maken op het Benecup kampioenschap. Uitslag van de eerste wedstrijd was echter Rob Hartog voor Brian Schouten. Koen Bouwmeester, die net de OW Cup miste, maar hier dan in het ONK wel op het podium terechtkomt. Voor Frank Brouwer, Christian Nobel en Tim van Ooyen, die daarmee geen punten wist goed te maken. Rob Hartog direct door naar de pitbox, want hij reed zowel superbikes als supersport. Hier een volledig verkleumde Brian Schouten. Het was slechts 2 graden Celsius. Nummer 3 van deze eerste klasse is Koen Bouwmeester. Op de tweede plaats eindigde Brian Schouten. Heeft u maar een applaus. De vader van Rob Hartog, want hij was onbedreigd de beste in deze eerste race. Dus meneer Hartog, gefeliciteerd. Ja, hij voldeed aan de verwachtingen. Helaas we hadden wat meer verwacht van Brian en van Koen. Om het met deze weersomstandigheden toch een spannende race van te maken. Maar hij sloeg een gaatje en dat bleef op niveau. Race 2. Het zonnetje laag op de baan. Nog steeds fris, windje erbij. Van start. Wederom Rob Hartog die een hele goede start kende. Er waren een aantal rijders die redelijk in het wiel konden blijven, zeker in die eerste meters. Goede start ook voor Christian Nobel. Behoorlijk wat publiek in het paddock, ook bij alle evenementen. Veel muziek, wedstrijden, clubs, alles bij elkaar. Geslaagde evenementen en gelijk wel een prachtig mooie strijd hier om die tweede positie met Christian Nobel. Voorin te vinden ook Leslie ten Tusser, Frank Brouwer was voorin te vinden, ook Mike Kleutjens. Ricardo Brink rijden voor het Start Racing Team en dan wordt al gelijk een klein gaatje geslagen naar de strijdende zuiderburen die er eigenlijk een eigen wedstrijd van maakten zo rond zeg maar de 8e tot en met de 15e plaats. Het was Frank Brouwer vooral aangelegen om in zijn laatste wedstrijd het podium te bereiken en was continu in die voorste gelederen te vinden. Leslie ten Tusser liet zien dat hij tempo nog zeker in huis had. Moest echter alleen door de techniek en ook door een blessure
in de tweede wedstrijd de pitstraat eerder op gaan zoeken. Het was nu wel Brian Schouten die in die tweede wedstrijd redelijk het tempo van Rob Hartog kon volgen. Zij waren ook echt ruimschoots een maatje te groot voor de rest van het veld. Liepen uiteindelijk maar liefst 26 seconden uit op de strijd om de derde plaats. We zagen het bordje Frank bedankt, want Frank Brouwer was op een missie. Hier die strijd om de derde plaats waar Christian Obel voorbij gaat en Leslie dan tussen. We zien Koen Bouwmeester er nog achter zitten, ook Ricardo Brink. En dan was Frank Brouwer die nog een behoorlijk stuk te gaan had om die laatste podiumplaats te gaan bewachtigen. Mike Leutjes, de boomlange man, er nog achter kon lange tijd dat wiel wel volgen. Continu stuivertje wisselen. Uitremacties zowel in de GT als in de H-bocht. En ook Ricardo Brink liet zich goed zien van voren. Terug bij het startteam liet hij zien dat hij het zitje meer dan waard is. Hier een mooie slow-mo van Koen Bouwmeester. Die ook waar rondetijden goed bij zat en een slipstreamende Christian Obel. Echter, Brian Schouten kon geen bedreiging vormen voor Rob Hartog. Hij ging onbedreigd naar de winst. Voor Brian Schouten en dan Frank Brouwer in zijn laatste ronde. Zit hij zijn persoonlijk snelste ronde neer. Wist twee man te passeren in die laatste ronde. En gaf zichzelf daarmee een geweldig cadeau door als laatste het podium te mogen gaan beklimmen. Hier bedankt hij zijn publiek met een fraaie burn-out. Hield in dat Christian Nobel uiteindelijk vierde werd voor Ricardo Brink, Koen Bouwmeester, Mike Kleutjes. Achtste plaats voor Tim van Ooyen en de negende plaats voor Jamie van Sikkeleres. En tiende plaats voor Marty de Bruyne. Het kampioenschap is het uiteindelijk dan. Christian Nobel die de Benecup wint voor Tim van Ooyen, Marty de Bruyne en Rob Hartog. Hier gaat de kerstverse dubbelkampioen van 2015 in de supersportscategorie. Hier nogmaals het podium. Frank Brouwer, Brian Schouten en moeder Trudy Hartog die de prijs in ontvangst nam voorop.